De Limburgse transportreus HS'ers uit Genk heeft een mega-order binnen en krijgt een vooraanstaande rol bij de verdeling van het Pfizer-vaccin in de strijd tegen het coronavirus. S'ers gaat in heel Europa het vaccin verdelen. De eerste leveringen zullen gebeuren op tweede kerstdag in 27 landen tegelijkertijd. Een heus huzarenstukje dat de Limburgers dus moeten voor elkaar krijgen. Hier staan de trailers al opgesteld, zoals u kan zien. De trailers die dus nu in 27 landen tegelijk het vaccin zullen verdelen op een temperatuur van min 70 graden. En dat gebeurt dus vanaf tweede kerstdag. Pfizer en S'ers werken al 15 jaar samen. De hele organisatie is al enige tijd voorbereid. En voor meer uitleg zit hier bij ons Pascal Franke. Pascal Franke is de man die dus verantwoordelijk is bij HS'ers voor de uitrol van deze hele operatie. En hij is er komen bijzitten. Ja, meneer Franke, dit nieuws mocht niet naar buiten komen. Jullie waren hier al een tijdje mee bezig. Hoe lang eigenlijk al? Ja, inderdaad. Wij zijn al een aantal maanden bezig met de voorbereidingen van dit distributiemodel. Natuurlijk moesten wij wachten tot het momentum dat het vaccin goedgekeurd wordt, voordat wij natuurlijk in actie konden treden. Ja. Het is logisch dat Pfizer bij u is uitgekomen. We zijn zeer vereerd dat Pfizer ons gekozen heeft voor deze distributie. Wij werken natuurlijk al 15 jaar lang samen als logistieke dienstverlener voor Pfizer met opslag en distributie van hun medicijnen. En wij zijn dan ook blij dat ze ons nu gekozen hebben voor deze strategische stap in de distributie van het vaccin. Ja. Hoe lastig is dat transport nu? Hè? Want er is al veel over gezegd en geschreven. Bij min 70 graden moet dat Pfizer-vaccin... Ja, rondgebracht worden. Ja, er zijn natuurlijk wel wat uitdagingen in dit transport. Enerzijds moeten wij op dezelfde dag, tweede kerstdag, op 27 locaties in 27 landen de distributie garanderen. Daarboven moeten medicijnen onder temperatuur gecontroleerd en onder beveiligde transporten gebeuren. Wat ook natuurlijk enige voorbereiding en organisatie met zich meebrengt. Dus dat draaiboek is wel heel in detail uitgeschreven en voorbereid voor van start te gaan. Ja, ja, want hoe krijgen jullie dat klaar, die hele logistieke operatie, in 27 Europese landen tegelijkertijd? Dat was inderdaad de afspraak die binnen Europa gemaakt is, dat er geen voorkeurbehandeling per land mocht gebeuren. Dus de bedoeling was inderdaad om op tweede kerstdag in ieder land van de Europese Unie het vaccin ter beschikking te hebben. En dan in functie van transporttijd zorgen wij natuurlijk voor een transportmodel dat ervoor zorgt dat die vaccins op de platformen geleverd worden. Ja, een hachelijke operatie, maar daar zijn jullie wel perfect voor uitgerust en al jaren mee bezig. Dat gebeurt met de techniek van droogijs. Kan u dat eens even uitleggen? Droogijs is een ijs dat op een temperatuur van min 70 staat, in een passieve verpakking noemen wij dat. En dat houdt dus het vaccin op die temperatuur. En die laadeenheden, of die verpakkingen, die worden dan door onze temperatuurgecontroleerde trailers naar de diverse platformen getransporteerd. Ja, hoeveel trailers zetten jullie daar uiteindelijk voor in? Ja, over aantallen kunnen we vandaag moeilijk details lossen, maar u kan garanderen dat daar heel veel trailers en heel veel trekkers en heel veel mensen bij betrokken zijn om dit te realiseren. Ja, het is in een eindjaarsperiode dat dit gebeurt. Zijn bij jullie dan alle verloven ingetrokken? Ook alle verloven is weer veel natuurlijk, maar de nodige kritische mensen die dit model moeten ondersteunen en coördineren, die zijn natuurlijk aanwezig om te zorgen dat alles feilloos, perfect, op tijd en zonder problemen verloopt. Hoe moeten we ons dat dan concreet voorstellen? Zijn dat allemaal Limburgers die dan in die 27 verschillende landen zitten en daarbij betrokken zijn? Nee, wij doen eigenlijk vanuit centraal de planning voor de transporten en in die 27 landen zijn het platformen die door Pfizer gekozen zijn, waar wij de vaccins moeten afleveren. We noemen dat de primaire distributie. En van zodra die vaccins in die platformen zitten, zal lokaal door Pfizer en de door Pfizer aangestelde partners dan zorgen dat de vaccins van daaruit verder geleverd worden. Wij zitten alleen in het stuk primaire distributie naar die platformen toe. Maar jullie hebben bijvoorbeeld in Genk wel een controletoren. Van daaruit zal alles aangestuurd worden. We hebben een controletoren die zorgt enerzijds natuurlijk voor de planning, maar anderzijds ook voor het bewaken van de beveiliging van deze keten en ook voor het garanderen dat de temperatuur constant gemonitord en bewaakt blijft, zodanig dat wij heel dat traject eigenlijk heel visibel kunnen opvolgen en ter beschikking stellen, ook van Pfizer. 24 uur op 24? 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Ja, dat is een gigantische uitdaging, maar ook daar zijn jullie in gespecialiseerd. Natuurlijk kunnen wij terugkijken op een 15-tal jaren ervaring binnen de logistieke keten van pharma. We hebben daar heel wat expertise opgebouwd in stockage, in toegevoegde waardeactiviteiten, als ook transport. En dat komt nu dan allemaal van pas om dit huzarenstukje inderdaad te kunnen uitvoeren. Ja, er zullen ook luchthavens betrokken zijn bij het hele uitrollen. Nu, jullie gaan alleen die vrachtwagens voorzien. Wij voorzien alleen de vrachtwagens, klopt. Ja.
beveiligd transport. En de planning van de transport. En de planning, niet onbelangrijk. Ja, beveiligd transport ook. Jullie gaan ook garant moeten staan voor het feit dat alles natuurlijk veilig ter plaatse komt. De transporten die voor dergelijke farmaproducten gebruikt worden, die zijn beveiligd, die worden gemonitord. Dat zijn beveiligde opleggers. En daarboven is ook de nodige begeleiding voorzien, zowel privé als van de politie, in overleg met Pfizer. Ja. Dat zijn echt escortes, veiligheidsagenten, zoals destijds bijvoorbeeld bij de geldtransporten die ingezet worden. Dat is afhankelijk van wat Pfizer kiest per traject, kan dat zijn, ja. Ja, en dan is er ook nog de track and tracing. Ten alle tijde kunnen jullie alle vrachtwagens opnieuw monitoren en bijsturen. In dit project en het algemeen binnen de distributie van farmaproducten hebben wij op ieder moment zicht op waar de vrachtwagen zich bevindt, wat zijn activiteiten is, of hij stilstaat of rijdt, wat de temperatuur binnen de oplegger is en of alle deuren nog gesloten zijn en zo verder. Er zijn zelfs bepaalde opleggers uitgerust waarin de deuren slechts op afstand kunnen geopend worden. Die modellen, die opleggers gebruiken ook in dit concept natuurlijk. Ja, jullie CEO spreekt van een historisch sleutelmoment voor de hele wereld, maar in het bijzonder natuurlijk ook een mijlpaal voor Esther zelf. Wij zijn natuurlijk zeer blij en zeer verheugd in deze kritische periode dat wij strategisch kunnen meewerken aan het vaccin tegen het COVID-virus, wat heel belangrijk is. En als traditioneel Limburgs logistieke dienstverlener is dit voor ons een hele eer om dit te mogen doen. Ja. Ja, mogen we zeggen dat dit na het harde werken van zoveel jaren de kers op de taart is? Het is weer al een kers op de taart waar we heel blij mee zijn en waar ons weer heel veel energie geeft om verder aan de optimalisatie van onze supply chain te blijven werken. Ja. Het maakt ons als Limburgers erg fier. Gaat dit transport het hele jaar 2021 duren? Want dit is niet evident, hè? Nee, het is natuurlijk zo dat wij nu moeten zorgen dat alle landen de nodige vaccins hebben om met de eerste inentingen te beginnen. We weten, Pfizer heeft een inentingsprogramma per land wat wij moeten supporteren. Dus ook in 2021 zullen wij de nodige transporten voorzien om de vaccins ter plaatse te krijgen. Oké, ik wens u daar heel veel succes mee. Hartelijk dank, Pascal Franke van Esters Transport. Dank u wel.